Ongeveer 200 meter van de Belgische grens viert een groep Nederlanders vanavond een Belgisch feestje. België speelt tegen Italië. En de grote vraag is natuurlijk, als die Nederlanders hier juichen voor de Rode Duivels, zijn het dan landverraders of is het gewoon bij gebrek aan beter? Ik ben even Belg, staat op het t-shirt. Wat betekent dat? Nou, ik ben even Belg. Nou, het hele verhaal is wel bekend. Hè? We hebben de grensparen verzet en we voelen ons nou even Belg, maar dat zijn we. We zijn zo met de Belgen eigenlijk bevriend. Ja, wij hadden zoiets van als Nederland niet meedoet en we zitten zo kort op de Belgische grens, dan kunnen we eigenlijk net zo goed voor België supporteren. Nou, dan ga je wat brainstormen en voordat je weet heb je een gevulde kroeg, dus dat is super. Wij vinden het hier hartstikke fijn en dus wij komen hier graag. Wie gaat er winnen vanavond? België. 2-0. 2-0. Cafés merken dat aan de omzet, maar u heeft België nog. Ik heb België gelukkig nog, ja. Maar ik heb wel vernomen via media inderdaad dat er heel veel kasteleins alweer leuke ideeën hebben, ook voor andere landen te supporteren. Dus een beetje ondernemer houdt zich daar wel mee bezig inderdaad. Ja. In België geen leuke kroegen om het EK te kijken? Jawel, maar hier is beter. Leuke vrouwen lopen hier rond, heb ik al gezien. Dus. Ja, wij Nederlanders doen niet mee aan het EK. Ja. Dat is wel zuur, hè? Kunnen jullie zich dat voorstellen? Ja, spijtig eigenlijk, want oranje is ook een mooie kleur. Dus. Ja. Denkt u dat de rest van Nederland daarop reageert? Maar ik denk wel goed. Want ik denk als je een enquête zou houden, dan denk ik toch wel dat meer Nederlanders voor de Belgen zijn dan voor de Duitsers.